Shalom Aleichem, welkom bij de nieuwe aflevering van Bijbelse Grammatica volgens Weingreen. We kijken naar een aantal paragrafen over de grammatica voordat we naar oefening 25 gaan. Het relatieve voornaamwoord is asher. Het kan aanduiden waar, van waar of waarheen of van wie of aan wie. Of van wie, of als wie. Dat is een heleboel. Hoe wordt het allemaal dan uitgedrukt? Hamakom asher yashav sham, de plaats. Hij woonde daar, de plaats waar hij woonde. Dat daar hoeft dan niet meer vertaald te worden. Van waar? Hamakom asher bamisham. De plaats, hij kwam vandaar, de plaats van waar hij kwam. Opnieuw, het misham hoeft niet vertaald te worden. Waarheen? Hamakom asher halach shama. De plaats waarheen hij ging, de plaats. Hij ging daarheen, de plaats waar hij heen ging. Asher kun je dus in het algemeen typeren als het woord dat van het vervolg een bijzin maakt. Halach shama betekent hij ging daarheen. Met asher wordt dat tot een ondergeschikte bepaling. Ondergeschikt aan hamakom, de plaats. Ook hierbij van wie? Ha'ish asher lakachti et sifro. De man, ik heb genomen zijn boek. De man van wie ik het boek heb genomen. Of van wie ik zijn boek heb genomen. Ook aan kan natuurlijk dan gebruikt worden, kan vertaald worden. Asher, ha'ish de man natati lo sefer. De man, ik heb gegeven hem een boek. De man aan wie ik een boek heb gegeven. Van wie? Ha'ish asher lakachti mimenu sefer. De man, ik heb genomen van hem een boek. De man van wie ik een boek heb genomen. Moeilijker is deze, maar dan worden we geholpen door Kamohu, zullen we zien, als hem. De man, als wie hij was. Het is lastig om te zien waarom het per se nodig is om hier te spreken over deze verschillende betekenissen van Asher. Ha'ish haya Kamohu, de man. Hij was als hij, de man die als hij was. Als we onthouden dat asher gebruikt wordt als nota relationis, dus als een uitdrukking van een relatie, en als we onthouden dat die relatie het volgende deel van de zin tot een ondergeschikte bepaling maakt aan het woord waarmee de zin begint, ha'ish hier, dan moet dat geen problemen in de vertaling opleveren. Ha'ish asher haya kamohu, de man waarvoor geldt, hij was als hij. Asher dus steeds te vertalen als zoals geldt en dan de vertaling te verfijnen door het laatste stuk op te nemen in het begin. De man waarvoor geldt, hij was als hij, de man die was zoals hij. Paragraaf 62 gaat over de comparationis, vergelijkende wijs, vergelijkende graad van een adjectief. David gadol, David is groot, mi Shaul, met min aangegeven, groot vanuit Saul gezien, dat wil zeggen groter dan Saul, in vergelijking met. David is de grootste, wordt dan David Hagadol Me'echav, of Be'echav, onder zijn broeders, of in vergelijking met zijn broeders. Met Hagadol, met het bepaald lidwoord, wordt dus aangegeven dat we te maken hebben met de grootste. Zonder dat is het groter en met het bepaald lidwoord
dan hebben we te maken met de grootste. De min van de vergelijking, de superlatief, het adjectief heeft het bepaald lidwoord en wordt gevolgd door min of be. Ook nog een mogelijkheid, het adjectief wordt in de status constructus geplaatst en is dan afhankelijk van het woord waarmee het zelfstandig naamwoord wordt vergeleken. David, gedolle gaaf, dat is de tweede mogelijkheid. Gedolle gaaf, groot van zijn broeders, wordt dan de grootste van zijn broeders. Hier ontbreekt dus het bepaald lidwoord. Dus deze mogelijkheid is hier de lastigste en die moeten we dan ook extra goed onthouden. Verder wijst Weingreen erop dat vanwege het ontbreken van adjectiva over het algemeen, er zijn er niet zoveel, dat heel vaak bijvoeglijke bepalingen worden uitgedrukt met de status constructus. Ish Elokim wordt dus een man van God, een goddelijke man, een vrome man. Har Kodesh, een berg van heiligheid, is een heilige berg. Klei Zahav is vaten van goud, gouden vaten. Har HaKodesh, de heilige berg, want het bepaald lidwoord staat niet dan bij het eerste woord, maar bij het tweede woord. Har HaKodesh. Mijn heilige berg, Har Kodeshi, de berg van mijn heiligheid. Een welsprekend man, Ish Devarim, een man van woorden. Dan in 64, in pauza, dat wil zeggen aan het einde van een zin, aangegeven met twee diamantjes boven elkaar. En dus ook bij de adnach, zoals deze hier, dit tekentje, hebben we te maken met pauza. En dan verschuift het accent naar een naar voren. Korte klank wordt verlengd. Dus we hebben hier ata in plaats van ata. Ata hier, korte patach, lange kamats. Het wordt ata. Hier zien we de bridle staan, de metek, om aan te geven dat we hier niet met een o-klank te maken hebben. Ata. Een shwa vocale, een uitgesproken shwa, wordt segol, peri, peri. Yadga, yadega. Allemaal eenvoudig, omdat we met een vertaling geen problemen hebben om het woord te herkennen. Maar in ieder geval, als je dit hebt bekeken, dan weet je dat dit verschijnsel bestaat. Dit soort eigenaardigheden horen geen problemen in de vertaling op te leveren. Geref, zwaard, een segolaat zelfstandig naamwoord. Oorspronkelijk dus garp, net zoals arts, aard. Garef wordt garef met kamats onder de, dus hier bij de sof pasuk, einde van de zin, en ook bij de adnach, de belangrijkste komma in de zin. Kijk hier rustig naar, er zijn verder geen problemen mee, en zeker niet in de vertaling. Gaan we naar oefening 25 in de volgende video.